Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit is Myron. En op dit moment is het 6:30 in de ochtend hier in Osaka, in Japan. En ik heb zoveel zin weer hier vandaag. Nog wel even een beetje wakker worden. Maar ik heb echt super veel zin in vandaag. En ik zit even een beetje te kijken naar de afgelopen vlogs. En het is echt zo mooi om te zien en zo bizar. Dat jullie het ook allemaal helemaal geweldig vinden en ook je ogen uitkijken. Gewoon wat we hier meemaken, wat we zien. Het is zo'n gaaf land en het is zo'n bijzondere cultuur eigenlijk. En de mensen zijn zo rustig en respectvol en lief. Maar verder, wat we hier meemaken, het is echt ongelooflijk. Het is zo vet. Ik heb zoveel zin in vandaag. Want vandaag gaan we dus wel naar het Nara Park, dames en heren. Het park waar je dus rendieren ziet. Nee, herten. Bambi's. Myron die is echt al weer vroeg wakker. En die, jawel, je zei tegen mij vanochtend toen het echt nog donker was buiten. Want kijk, op dit moment hebben we het prachtige licht van buiten hebben we op ons. Maar toen zei Myron van, schatje, zullen we opstaan? En vind je het goed als we dan een koffietje gaan halen bij de Starbucks? Voordat Wouter en Maisha ook wakker zijn. Dus ik had mijn ogen dicht zo, schat, maar hoe laat gaat het open? En Maya zo, 6:30. En ik zo, 6:30? Ik zo, die Japanners zijn gek. En Maya zo van, oké, zullen we gaan dan? Ja. Dus ja, het is nu 6:30 en ik ga even lekker douchen. Maya heeft net de haar geveend en we gaan opstaan. Yes. Ja, waarom ook niet? Als je verder niet meer kan slapen, je bent echt klaar wakker. Mm-hmm. Maar Myron zit tegen mij, ik ben echt klaar wakker. Ja, maar dat is echt zo. Ik was volgens mij vandaag om 6:30 wakker. Ja, dat is wel gewoon vroeg. Het is een verbetering op eergisteren en gisteren. Ja, het gaat elke keer een uurtje verder zowat. Precies, als het morgen dan 7:30 is ja. En dan 7:30, nou prima. Dat zou wel heel erg nice zijn. We hadden afgesproken met Wouter en Michel dat we om 8:00 de wekker zouden zetten en op zouden staan. Ja. Maar dan gaan wij nu gewoon alvast eventjes en dan even koffietje drinken en dan zien we daarna wel. Goedemorgen, schatje. Morning. Let's go. Hey, konnichiwa. Ik heb zoveel zin in vandaag, dames en heren. Let's go! Hey, schatje. Hey, schatje. Let's go, daar gaan we. Van lift naar lift en uiteindelijk naar beneden en dan frisse lucht. Ik heb wel zin in, ja. Oh, heerlijk. Echt heerlijk. Lovely. Wat heb je aan, schatje, voor nieuwe dingen? Want we hebben echt al lekker geshopt. Ja. Sowieso een nieuwe KP Active broek. Oké, super ja, nice. Ja, kijk, KP Active. Ja. Een nieuwe trui, sweater. Die is aan de achterkant mooier, dus ik moet je later even filmen. Een nieuwe jas. Een soort van jouw sjaal. Ja, een gedeelde sjaal. We hebben die sjaal samengekocht. En nieuwe patta's. Nieuwe patta's ook. Ja, super nice. Die zijn echt nice. Echt heel erg tof. En jij, vertel jij jouw outfitje van de kijkers. Ik heb ook een nieuwe drip aan inderdaad. Ik heb een nieuwe babe shirt gehad, lange mouw. Ja? Ik heb een nieuwe jas gehad. Ik vond hem heel erg vet, omdat die kleur gewoon een beetje groenig zo. En die had ik nog niet. Dus ik zit tussen de lift. Wow. Ja, nee, die had je nog niet. Ik heb een vette nieuwe broek gehad. Ja, ik vind hem echt heel erg vet. Kijk hoe die eruit ziet. Ja, die is echt mooi. Ik heb samba's gehad, groene samba's. Echt lovely. Doe maar even een shuffle. Wow. Ik zat weer tussen de lift. Die deur, die wil echt, ja. We kunnen er nog uit. Laten we eruit gaan. Oké. En ik heb een nieuwe pet op van Beek. Was dat very nice? We zijn iets vergeten. Wat dan? Die hiervoor moeten we terug. Nee. Jawel. Wat dan? Schat, we hebben nog helemaal niet verteld. Dit is groot nieuws. Oh ja. Wij en ik. Jij en ik, schatje. Jij en ik hier in Japan. Ja. Jij en ik hier in Japan. Myron en Enzo forever together. Ja, dit is wel echt vet. Ik vind het echt leuk dat je dit gehaald hebt. Ik ook. Ik had het niet verwacht van mezelf. Ik heb vroeger, toen ik 16 was, heb ik dit gedragen. Eigenlijk omdat iedereen het deed. Ik was gewoon een meeloper wat dat betreft. Dat noemden ze een zegelring. Nu heb je het afgeklapt. Ja, maar ze hebben geen idee wat, hoe, wie, wat, waar. Oh, oké. En die vond ik zo super vet. Die heb ik altijd gedragen hier. Wat dus eigenlijk niet mag. Mm-hmm. Want als je samen bent met iemand, die draagt hem op je ringvinger rechts. Ja, als je getrouwd bent. Dat betekent dat je getrouwd bent. Precies. En als je ten huwelijk gevraagd bent, draag je hem hier. Ja, verlovingsring. Dus let maar op wat wij gaan doen. Nee.
Zo, dames en heren, ik merk echt dat Myron beter in haar energie zit dan gisteren. Gisteren was Myron best wel een emotioneel wrak, als ik het zo kan zeggen. Ze was gewoon helemaal zo in haarzelf dat ze onzeker was. Ze was niet knap, niet mooi, ze mocht er niet meer zijn. En gewoon een zwangerschapskwaaltje. En dat heb ik echt geprobeerd om 1000 keer uit haar hoofd te zetten. En ik heb echt zoveel complimenten proberen te geven en gewoon elke keer supporten van schat, je bent de vrouw van mijn dromen. Je bent mijn vriendin. Ik hou zoveel van je. Je bent prachtig. Ik vind het, de veranderingen die je ondergaat, vind ik super mooi, echt waar. Elke avond als ik in bed lig, sla ik als eerste mijn arm om haar buik heen. Dus ik vind het super mooi. Maar goed, dat komt er dan niet in ofzo. Het lijkt wel alsof ze gewoon zo naar me luistert. Want ik praat soms gewoon een half uur op haar in, hè. En nee, het komt gewoon niet binnen. Maar goed, vandaag, ze zit in die vibe, dames en heren. Boom, en ik ook. Dus dat is echt super nice, daar ben ik heel blij mee. Niet dat gisteren niet leuk was, zeker weten niet. Maar we gaan vandaag in ieder geval naar het Nara Park. Daar wilden ze eigenlijk gisteren heen. Maar ja, soms loopt het dus eventjes anders. Dat kan, dat is geen probleem. Maar wat Maya nu gaat halen is echt super cool. Het is wel even wennen om mezelf daarmee te zien in de spiegel. Maar ik vond het wel vet staan. En het is gewoon heel erg cool dat we dit hebben gekocht samen met z'n tweetjes hier in Japan. Het is gewoon een super mooie herinnering ook. Hey! Oké, daar gaan we, schat. Let's go to the Starby. Another day, another? Starby. Nou, kan je je vertellen, er is wel echt een duidelijk verschil hoor. Met of het nou zondag is hier of een doordeweekse dag. Het is vandaag dinsdagochtend, 7:30. En we zijn hier lekker aan het lopen. Bij best wel een druk plekje dus. Heel veel auto's die langskomen hier. En wat ik heel erg fijn vind eigenlijk, eerlijk gezegd, is dat je ziet gewoon tot nu toe helemaal geen toeristen. En zag je wat die man deed trouwens? Nee. Die man die liep hier de traptredes af. Je ziet daar een tempel. Kijk. Kunnen we wel even kijken? Ja, we kunnen wel even kijken. Dan gaan we even omhoog hier. Wat die man deed, die liep hier de trap af. En toen hij bij de onderste tree was, draaide hij om en deed hij een buiging richting de tempel. Oh ja, dat doen ze heel veel inderdaad. Als ze dan echt naar buiten lopen, dan doen ze nog even een soort van laatste... Ja, volgens mij deze man ook weer. Ja, kijk, die staat nu ook richting de tempel. Ik zal even zachtjes zijn. Ja, dat is echt mooi om te zien. Wow, kijk deze ook. Ja, kijk dan. In één keer, hè, in een vet drukke straat, zie je in één keer zo'n tempel. Stel voor, je woont daar gewoon, in het flatgebouw of daar. Een groot standbeeld trouwens. Ziet er wel heel mooi uit. Hier heb je er ook nog één. En kijk wat je daar verderop hebt. Heb je in één keer een vendingmachine. Die dingen zie je dus echt overal, die vendingmachines. En ik heb er ook al zo vaak wat gehaald, dat is echt niet normaal. En zoals ik ook al zei, volgens mij gisteren, alles in Japan wat eigenlijk een beetje populair is, heeft te maken met schattigheid, dus met cuteness. En zelfs hier bij de tempel zie je volgens mij een olifantje. Zie je helemaal zo cute zijn met een beetje blooswangetjes. Maar een mooie plek hier, fijne muziek, rustgevend. Soort, klinkt als een soort van yoga vibe of zo, gewoon heel erg kalm en rustig. Ja, dit is een mooi begin van de dag in ieder geval, dames en heren. Dat hoor je dus niet vaak. Nee, ze zijn niet vaak aan het toeteren. Nee, echt niet vaak. Maar dat ging ook bijna mis. Hij werd afgesneden. Ja. Oké, het wordt groen. Sowieso. De inwoners weten dat al. We gaan gewoon lopen. Kijk, zie je? Hoppa. Nou, gaan we hier even lekker koffietje halen. Kijk eens wat ik heb, dames en heren. Een lekkere espresso macchiato met een lekker een soort van pizza toast uit de oven. Ziet er goed uit. Dat ziet er heel goed uit. En jij ook, lieverd. Jij ook. Proost, schatje. Op een mooie toekomst in Japan. Oké. Okay. Maya heeft nu een drankje gehaald. Nou, ik weet niet wat het is, maar er zitten allemaal stukjes onderin of zo. En als je dat niet weet en je neemt echt een keiharde zuig, dan heb je in één keer allemaal shit in je mond. Het was niet heel lekker, eerlijk gezegd. Maar als je boven drinkt, dan krijg je geen stukjes. Dan is het wel lekker. Dat is oké. Okay. En dan is het gewoon voor de vocht. Ja, inderdaad. Maar ja, bijzonder. Ja. In ieder geval, we hebben ook nog even lekkere cheesecake gedeeld. En het is op dit moment 9 uur. En als het goed is, komen Wouter en Misha elk moment aan. Ja. Maar we hebben dus nog iets super moois. We hebben echt iets super moois met z'n tweeën gehad. En dat zit in dit tasje. En die mag jij nu gaan openmaken. Ja, we hebben
2, dus jij kan ook één auto maken. Dat klopt helemaal. Oh, nu staat ook, ik weet ook wel van mij is en wat van jou. Ja, dat is ideaal. Ja. Want kijk, Myron die heeft ringmaat 19 blijkbaar. En ik heb ringmaat 22. Yes. Dus maak jij maar eerst open, schatje. Ja, is echt mooi. Nog niet. Nee, hij zit hierin. Oh. Ja, kijk dan. Kijk, daar is hij. Kijk nou, wat voor mooie ring. Ja, hij is echt mooi. Hij is echt heel erg nice. Ik wil hem op mijn middelvinger dragen. Heb je ooit in je leven iets gehad van Gucci? Nee. Ik ook niet. Nee. Dus dit is echt het eerste. Allebei voor ons het eerste. Ja. Hij is echt shiny, hè? Ja, hij is heel shiny. Dat vonden we juist allebei ook wel mooi eraan. Ja. Very nice. Ziet er echt nice uit, ja, schatje. Ik ben zo blij met jou. En nu hebben we dus allerlei dezelfde soort ring. Jij hebt de dunnere variant. En ik de dikke. Ja. Ja, omdat de man is iets dikker en de vrouw iets dunner. Dus ik ga hem even laten zien. Dus ik ga hem even uitpakken. Kijk, daar hebben we hem. Ja, hij is echt mooi. Daar hebben we de ring. Echt shiny. En deze mag ik dus niet om deze doen? Rechts niet, nee. Officieel. Dus doen we hem om links. Ja. En dan heb ik gewoon bij deze een ring, dames en heren. Ik vind het echt cool. Ik vind het echt mooi. Het is echt even wennen. Ik heb mezelf zo lang niet gezien met de ring. Nee. Ik vind het er wel mooi uitzien, hoor. Je hoeft hem natuurlijk ook niet elke dag te dragen, hè? Nee, dat is waar. Ik kan hem gewoon af en toe dragen. We gaan het meemaken. Ja. Maar in ieder geval altijd een ring en ik vind het wel heel erg vet. Ik vind het echt nice. En het is een mooie herinnering van hier. Zeker. En het is dus dezelfde, alleen dan... Oh. Hoe gaan we dit doen? Zo. Kijk, die van mij is een stuk dunner. Ja, dat zie je wel. Ja, maar het is wel echt dezelfde gravering. Dus dat is wel echt heel mooi. Klopt. Echt nice. Blij mee. Ja, ik ook. En ik zie dat Wouter en Misha daar aan de overkant staan. Die zijn echt super hyped, hebben er heel veel zin in. Wij ook, dus laten we spullen pakken en dan gaan we. Check wat Maïsje heeft gehaald, gewoon vanochtend, bij de supermarkt. Hier net tegenover. En dat warmen ze dan voor je op en dan heb je een kipstokje mee. Super lekker. Ja, is wel lekker ontbijt. Is hij een beetje goed? Ja, is echt lekker. Van de supermarkt? Lekker. Ja, het ziet er echt goed uit. Heel veel. Dus net, wij hebben dan een beetje altijd de frikandellen en zo liggen. Zij hebben hier kip, ook kippenhuid. En al wel. Serieus? Ja. Minder. Wel gekke dingen. Kip. Ja. Kippenhartjes. Ja, ook ja. Ja, gek ligt eigenlijk. Gewoon allemaal bij de supermarkt. Ja, bizar. Echt. Maar ook, dat is, heb je in België ook, hè, dat je bij de supermarkt dingen kan opwarmen. Dus dan hebben ze daar magnetrons. Ja, maar in Nederland heb je dat nergens wat. Nee. Ja, klopt. Ja. Hommachi station. We gaan hier naar beneden met de metro. Kijk hoe fijn dit eruit ziet weer, hè. Gewoon die zijkanten, zo helemaal mooi gefixt met die barricades. Hoppa. Ik voel me ook super vaak heel erg groot hier. Maar ja, check dat verschil soms ook. Zijn gewoon over het algemeen zijn Japanners gewoon klein. Ja, dan gaan we, let's go. Jij mag weer zitten, hè, zwangere vrouw. Oké, daar gaan we weer, de metro uit. Let's go. What? Dit is een diaper vending machine. Oké, je kan gewoon serieus luiers halen hier. Kijk dan, voor 300 yen. Ik weet niet wat dit precies is, 240 yen. Maar voor 300 yen kan je een luier halen. Kijk dan, hier gaan we heen, dames en heren. Let's go. We zijn goed op weg. Ja, dat Nara Park schijnt wel echt super toeristisch te zijn. Maar ja, komt het eventjes mooi uit dat we ook toeristen zijn, hè? Net als nu. Ik ben de enige die op dit moment gewoon aan het praten is hier in het metrostation. Ik ben gewoon de enige. Check hoe druk het is. Je hoort verder niemand praten. Check dat. Zo druk, maar eigenlijk ook zo rustig of zo. Het is echt interessant eigenlijk. Oké, hier gaan we even inchecken. Ijsjes vending machine, kijk dan. Ik kan gewoon ijsjes halen. No way. Het ziet er ook nog goed uit ook hoor. Het ziet er echt goed uit, vooral die onderste. Ja, dat is een soort bar. Ja, het ziet er echt nice uit. Lekker. Ja, lekker broodje, schat. Lekker broodje. Lekker broodje. Het ziet er heel goed uit, ja.
Oh, die! Gigantische kassantjes ook, joh. Zo, die is ook groot, ja. Die ziet er lekker uit, hè. Overal die worstjes, hè? Ja, een soort van die hotdogs. Ja. Deze. Je kan hier zelfs Japanse frikandellen halen. Kijk dan. Ik weet niet wat het zijn. Ik zal wel eens even met Google vertalen doen. Zien jullie deze ballen hier, dames en heren? Dit geeft Google vertalen aan als meloenbrood. Oké. Wow, kijk dit dan. Dit is brioche eierbrood. Het ziet er ook wel goed uit, hoor. Wat hebben we uiteindelijk gehaald, schatje? Oeh, lekker een kaasbroodje. Hey, we hebben een dubbel kaasbroodje gehaald. Dit is dat dubbele kaasbroodje. Maar dit is wel een goed bakketje hier, hoor. Dat ziet er echt heerlijk uit. Echt nice. Oké, volgens mij zijn ze eruit. Ik volg vandaag een beetje. Let's go. Wow, lekker rustig hier, zeg. Als het goed is, heb je ook iets van een metro of een trein of zo. Die eruit ziet als Pikachu, als Pokémon. Ja, als het goed is, heb je ook iets van een metro of trein die eruit ziet als Chin-Chan. Super vet. Misschien gaan we die later nog wel tegenkomen. Of misschien ergens op station of zo. Ik ben benieuwd. Arigato. Wow, de final stop. We moesten er in één keer uit. We zaten te chillen in één keer. Ja. Ik had ook helemaal niet door dat de hele coupé leeg was. Nee, ik ook niet. We zaten dan lekker te lullen. Nou, hier staan we dan. Oké, en nu? Ja, hier gewoon. Ja, kijk dan hoe mooi deze metro is. Die is echt super cute. Nou, als deze niet naar het hertenpark gaat, dan weet ik het ook niet. Echt, hè? Oh, kijk, die bankjes. Wow, die bankjes zijn zo cute. Kijk dan. Kijk hoe cute het is. Die bankjes. Ja? Hier zo? Ja. Daar zitten. Cute. Ik kies deze met uitzicht. Nou, dan ben ik ook zo gek. Welkom te Nara. Oké, welke kies jij dan? En dan kies ik de drukte. Let's go. Oké, we hebben er alle vier eentje gekozen. Dit is zo cute. Oké, we hebben voor 500 yen hebben we hier wat foto's gekocht. Die moet alleen nog even gemaakt worden. Foto, wow. Nou, hier hebben we de foto's gemaakt. Kijk, dit is het fotohokje. Is hij klaar? Ja, hij is klaar. Hey, we hebben meerdere. Oh, zo cute. Zo cute. Oh, dit is echt leuk. En hier heb je een QR-code waar we dus nog kunnen scannen. Ja, dan heb je voor filmpjes. Video. Ja, en misschien heb je die foto's dan op je telefoon met de QR-code. Ja, ik weet het niet. Oh, echt nice. Zo cute. We zijn op dit moment in een supermarkt en ik heb wat in mijn handen en ik zal even laten zien wat ik heb gepakt. Ik heb hier uitgekozen een wafel. Kijk, ik heb hier een wafel. En ik heb deze op aanraden van Meisha. Dit is een driehoek met kip en groenten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze smaakt. Dus laten we deze twee dingetjes meenemen. Dit is niet het enige wat ik ga halen. Ik ga ook nog even koffie halen. Maar wat je hier dus ziet, is gewoon een koelkast met dus allemaal koude koffies. Die zie je hier. Nou, dat is op zich oké. Dat is gewoon prima, dat heb je vaker. Maar wat je dus hier hebt, en dit wist ik dus helemaal niet dat het überhaupt bestond. Maar hier hebben we dus een vitrine. En dit is allemaal warm. Dit is allemaal hot. Dus dit is gewoon precies hetzelfde wat je bij die andere hebt, maar dan is het warm. Kijk, dus het is gewoon het is echt heel erg warm, dit blikje. Hoe nice is dat? Dus ik denk dat ik hier eentje van mee ga nemen. Ik zag net iemand deze pakken. Dat lijkt me ook wel lekker. Oké, Wouter, wat heb jij genomen? Broodje kroket. Broodje kroket, ja. Maar je hebt de korstjes eraf gesneden. Ja, dat doe ik even achter de balie. Nee, maar dat hebben ze dus vaker hier, hè? Brood zonder korst. En jij hebt een lekkere kipcorn, of wat is het? Een worst op stok?
Worst op stok. Worst op stok. Ziet er lekker uit. En Myron die heeft een lekkere kipsnietsel. Nice. Ik wil me denken aan Flintstones. Dat hij met zo'n... Ja, inderdaad. Zo'n stuk vlees. Ja, zo'n knuppel van Flintstones. Kink. Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, daar zit jullie een ding zo. Wat? Zit er worst in? Lekker man. Mooi joh. Heb ik een worst op stok. Ja. Corn dog. Lekker. Oh, dat is echt lekker. Nom, 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 nom. Oké, dan gaan we, dames en heren, op aanraden van Maisha. Oh, de chicken and vegetables. Ik ben benieuwd. Zo ziet het eruit. Ja, dit wordt leuk. Dit wordt leuk. Ja, wordt het interessant? Ja, wordt jullie leuk. Komen ook allemaal kijken om het hoekje. Ja. Het heeft niet zo heel veel smaak of zo eigenlijk. Nee, ja. Er zit een kip tussen. Ik kan geen kip vinden of het zit er heel klein tussen, maar... Ik denk dat ik het wel opeet. Maar ik denk ook dat ik het niet nog een keer ga halen. Het is niet lekker of zo, maar het is ook niet... Vind ik een super lekkere tussendoor of zo. Maar het smaakt wel gewoon prima. Ik heb nu een stukje kip. Oh. Hè? Dus er zit wel iets van kip tussen. Maar ik wilde het gewoon heel graag proberen, want ik had meestal een paar keer zo'n driehoek of een rondje zien eten. Ik dacht gewoon, dat wil ik ook proberen. Dus, nou, het is wel oké. Zo, dames en heren, daar zijn we dan. Bij het Nara Park. En je ziet hier gewoon al lopen. Tussen de mensen. Hier achter mij. Er staat daar een kraampje waar je dus die koekjes kan kopen waar ik het over had. Dat gaan we ook zeker weten even doen. En dan gaan we dus de hertjes even wat eten geven. Eerst gaan we natuurlijk gewoon eventjes kijken. Kijk, je ziet mensen ook buigen. Ja, ze buigen en dan geven ze die koekjes. Wel echt schattig hoor. Kijk, hier zie je een hert. Kijk ook hoeveel er zijn eigenlijk, hoeveel herten. Er zijn heel veel hier in het park. En wat zijn dit, een paar regels? Ja, een waarschuwing. Ja, er staat pas op dat een hert je... Hij kan bijten, hij kan trappen. Hij kan een hoofdstoot geven of hij kan je omver nokken. Dit zijn echt bij Pokémon heb je ook altijd 4 aanvallen. Ja. Deer, do bite! Kick! Inderdaad, ja. Knockdown. Ja, dat is wel schattig hoor. Door 6 feint. Nou, dan gaan we straks even lekkere koekjes halen. Koekje eten! Een kruimeltje. Ik vind deze man zo lief. Dat is zo'n hele oude man die dan zo schattig die koekjes geeft aan die hert. Vind ik zo lief om te zien. Dat is echt cute. Echt zo schattig. En hij denkt van die anderen moeten ook nog. Kijk dan. Zo schattig dit. Mijn hart smelt, echt waar. Wauw, wat een steks, Wouter. Wat een steks. Dat zijn de dier... Of de deercookies. De deercookies. Deercookies. Kijk, dit is je moment. Ja, die is echt helemaal gek op jou, joh. Dat is echt heel cute. Beleefd of heel agressief. Ja. Hey, kom eens hier. Ja, nou. Oh, lekker knabbeltje, hè? Knabbeltje. Knabbel en babbel. Jij bent mijn frietje, hè? Ja. Kijk dan. Frietje. Wat? Dat is zo gek om te zien eigenlijk. Zo fijn. Kijk dan, gaat weer buigen. Oh, wow, dat is een hele diepe. Hele diepe. Oh, oh lekker hè. Ja, nu is kijk, hier achter je Wouter. Die zit met jou te flirten. Ja, die zit met mij te flirten. Kijk dan, die zit ook al te buigen voor je. Hallo. Oh, die buigt hij ja. Nou niet? Ja, kijk dan. Oh. Wouter gaat er ook vol voor hè. Wouter denkt, ik moet eerst 100 hebben en dan wil ik. Ja. Kijk, hij gaat helemaal los. Lekker man. Wouter, doe nog 1 buiging. 1 buiging. Oh, oh, okay. De volgende komt al. De volgende. Zo, die heeft al heel veel cookies gehad. Oh, die heeft al 100 keer. Oh, die doet een schuine buiging. Kijk eens, krijg jij nou ook een. Ik zou eentje geven, dan is het genoeg. De helft. Die doet een schuine buiging. Kijk hoe schattig deze in de zon liggen dan. Kijk hoe lief. Kijk dan. Oh, wat zijn zij nou aan het doen dan? Oh, er is een battle gaande. Doe nou lief. Wees nou lief voor elkaar.
Kijk dan. Oh, dit wordt een battle, dames en heren. Een soort Pokémon battle. Wie gaat er winnen? De linker of de rechter? Nee. Kom maar. Oh, jij hebt koekjes, Wouter. Ik heb jouw koekjes, ja, Wouter. Tuurlijk. Ik ben de cookie master. Yeah. Kijk. Hallo. Oh. Kom maar buigen. Buigen. Ja. Dan voor drie keer. Eén. Nee. Twee. En drie. Niet aanvallen. Oh. Ja, bijna je ballen. Rustig. Die heeft er wel zin in. Oh, smikkelen. Oh, die smikkelt hem lekker op. Niet zo smakken, man. Dat is fijn, hè? Niet zo smakken, man. Kun je ze ook aaien? Vinden ze niet heel fijn. Nee? Oh, oh, het was op. Het gaat zo dicht bij me. Ben je? Ballen. Ik heb er nog eentje. Ja, die wil ik ook wel. Jam, jam. Lekker. Dat was het. Ja, oh, goed gedaan. Oh, nu kom ik meteen bij jou. Hij weet dat je geen eentje meer hebt. Niet voor dankjewel. Kom op. Hij weet gewoon dat ik geen cookies meer heb. Nee. Hij weet gewoon dat dit het laatste was. Nee, je hebt geen cookies, schatje. Doe eens een keer buigen. Ja, jij hebt cookies. Oh, nee, nee, nee. Ja, Wouter, hij heeft jou in het vizier. Oh, oh, nee, dit is... Dat is aanval, hè? Dat, is, dat doet de stier, ja. Als hij een kriebel heeft, dat doet hij het ja. Namaste, doei. Namaste. Met z'n drieën. Behalve bij mijn kruis. Oké, okay, we gaan weer verder. Doei, Bertus. Ciao. Bertus. Jij geeft ook meteen weer een naam. Ja, ik vond dit echt Bertus, hoe die ook at. Doei, Bertus. Ja. Die hertjes, die weten precies wie de koekjes heeft. Echt nou, precies. Hallo. Jij mag gaan buiten. Je blijft maar dichterbij komen. Deze is echt loco. Nee. Die heeft zijn tong een beetje naar buiten. Nee. Wat ben je nou aan het doen? Oh, die andere maakt een geluid. Zo. Als je dus hier door het Nara Park loopt, dan kan je eigenlijk gewoon heel erg rustig wat lopen. Doet. Maar zodra je dus een koekje in je handen hebt en je doet hem omhoog of een hert ziet het, dan hebben ze een soort van zevende zintuig voor. Dan komen ze op je af, joh. Wat is er? Ja, kijk wat hij doet. Wat is hij aan het doen? Is dat graven voor koekjes? Wat ben je aan het doen? Maar kijk hoe ver dat wegschiet, hè? Lekker liggen. Oh, oh. Oh, lekker man. Die gaat even een lekker plekje maken. Oh, kijk dan. Dat is lekker. Het is een verkeerde lichaam geboren. Denkt dat hij een vark is in de modder. Oh. Zal ik hem even kriebelen? Doe eens even lekker. Even lekker kriebelen. Wel lekker. Ik denk dat hij dat wel lekker vindt. Op zijn buik vooral. Ik even kriebelen. Oh. Is dat fijn? Nou. Ik denk dat zonder handschoen fijner is hoor. Oh, dit is wel lekker hoor. Oh. Oh. Is dat lekker of niet? Toch een klein beetje. Ja, daar nog een beetje. Oh, daar vindt hij wel lekker, iets ja. Iets hoger. Oh. Lekker hoor. Ja, ik weet niet wat hij precies doet. Misschien weet iemand dat in de reacties, wat hij aan het doen is. Ik denk oprecht wel voor kriebelen. Ze kunnen niet bij hun nek. Ze kunnen niet de draai maken om hun nek te... Dus je denkt echt dat het gewoon kriebels in de nek is. Ik heb hier een koekje en ik ben heel erg benieuwd dat als ik hier zo op afloop, hoe snel ik van dit koekje af ben. Ik ben echt benieuwd. Ik hou hem gewoon zo omhoog en ik loop gewoon naar voren. En ik ga kijken welke hert er naar me toe komt. Tot nu toe nog niemand. In één keer pak die jongen. Ticket, ticket. Geniaal. Oké, okay, we gaan weer verder lopen. Kijk, ik zie daar een jonkie links. Nee, je pakt hem niet. Nou, wat is dit nou? Wil deze hem? Ja hoor. Kijk, buigen, buigen. Yeah. Alsjeblieft. Is lekker hè? Zo lekker. Oh, een kleintje. Kijk eens op. Ik heb niks meer. Oké, dit is wel weer echt next level, dames en heren. Ik ga jullie even wat laten zien hier in dit stadje. Echt super nice.
Maar je hebt dus hier een fietsverhuur. En je kan dus alles hier zelf regelen. Sterker nog, je moet alles zelf regelen. Ja. Want ze hebben dus hier allemaal camera's opgehangen. Kijk, je ziet hier een camera, daar een, daar zie je twee camera's, daar een camera. Konnichiwa, konnichiwa. En je hebt dus verschillende fietsen. Met kinderfietsen, volwassen fietsen en elektrische fietsen. Zelfs met helm en kinderzitje. En overal zitten de sleutels in. Gewoon overal. En dan doe je gewoon hier doe je gewoon de betaling. Dus ja. Hier 1000 yen voor, dit is dan een wisselautomaat. En daar 100 yen voor 10 kleine. Je hebt hier een papiertje waar je alles moet invullen met je paspoort. Je eigen bonnetje. En dan heb je hier een envelopje. En dan moet je in de garage moet je daar het op de post doen. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt geniaal. Dit land heeft zoveel vertrouwen. Ja, dat je dit dan gewoon eerlijk gaat doen. Het is gewoon eerlijk. Het is hier het slot. Inderdaad, met de sleutel zit erin. De helmen liggen hier. Je kan alles meenemen als je wil. Echt bizar dit. En dat gaan we dus ook doen. Deze lieve medewerker die zet gewoon de fietsen alvast even op straat. Zo. Dit is echt top, man. Dat is mooi, hè? Ze zijn heel mooi. We zijn er ook wel trots op. Ja, fijn. Laat even aan beide camera's. Allemaal camera's. Laat even zien, allemaal. Zo raar, maar zit er nu iemand te kijken, denk ik? Sowieso. Ja, dat moet toch wel? Dat voel ik ook gewoon. Ik denk het ook. Die denkt echt, wat? Wat Inderdaad, die denkt echt, wat gebeurt hier, joh. Oké, dit wordt dan het moment dat we gaan betalen, dames en heren. Bonnetje erin. Dan hebben we 8000. Doen we erin. Zo. Zo. Hallo? Nou. Dat is het. Hoe gek is het? Nou, nu kunnen we gaan. En dan hier, dames en heren, hebben we de fiets staan. Het is echt een super chille elektrische fiets. Gewoon klein, maar praktisch. Mooi mandje hier. Dan hebben we hier de versnellingen. Dan hebben we hier... Ik ga dus serieus aan jullie, Nederlands publiek, ga ik uitleggen hoe een fiets werkt. Dit is een fiets! Net alsof mensen dan ook niet weten hoe de standaard werkt. Ja, dat was wel een gedoetje hoor. Dat was wel een gedoetje. We hebben hier echt 10 minuten die standaard staan. Klopt. We staan uitvogelen, ja. En dan hebben we hier de elektrische fiets. Dus de verschillende standen. En als je hem indrukt, dan gaat hij weer uit. Maar ja, dat standaard is wel een dingetje. Daar was vooral Wouter echt 5 minuten mee aan het klooien. Maar wat het dus is, deze moet je naar achter duwen. En als je deze naar achter duwt, dan gaat die standaard omhoog. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Zie je? Nee, dat ging aan lullen. Klaar. Wel moeilijk. Dat was het. Dus ja, nu ga ik, omdat ja, ik ben natuurlijk een ervaren Nederlander die wel met een extra fiets in de handen kan fietsen. Dus daar gaan we. We doen deze even op standaard. Oh, die hou jij vast? Ja, ja. Oké. Dan pak ik deze erbij en dan ga ik met deze aan de hand fietsen en dan gaan we naar Myron toe, want... Dit was even een stukje lopen vanaf het park en we hadden al een stukje gelopen in het park. Dus om even wat stappen te besparen voor Myron, hè, omdat ze natuurlijk, hè, baby, is het wat praktischer voor haar. Dus we gaan de fiets naar Myron toe brengen en dan gaan we naar een tempel. Hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Wil je dat ik je help of moet ik je heel even laten uitzoeken? De befaamde standaard. Die standaard, dat snapte Wouter ook niet. Dat ging helemaal fout. Wat? Dit is in een recordtijd. Ik heb in een fietsenwinkel gewerkt. Oh. Wouter, weet jij het nog? Hij heeft echt een kwartier. Gewoon gaan toch? Ja, hij heeft echt lang lopen prutsen. Ik dacht, moet ik hem nou helpen of niet? Ik wil het ook niet forceren, dat je dat ding kapot maakt. Nee, dan sta je daar op 6 camera's. Ja, dat is waar. Ik heb een hoekje om moeten gaan. Oké, ik heb een fietsen meegenomen van Myron. Dus het wordt lekker fietsen, schatje. Lekker hoor. Nice. Staat je goed hoor, zo'n fiets? Ik ben echt Hollander nu, hè? Ja, daarom. Dat bedoel ik. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, dames en heren. En ik hoop het ook. Ik heb in één hand heb ik mijn koffie. En ik kan de... Oh my god, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Oh shit, ik schrik me dood, gast. Wow, ik ging bijna rechtdoor. Ik kon die rem niet goed indrukken. Gekke dodo. Zo, dat elektrisch is wel relaxed, hoor. Kijk, nu moeten we een stukje omhoog. Die heb ik helemaal niet aan. Je hebt sowieso die elektrische niet aan. Nou, daar gaan we. Kijk dan, super chill in versnelling 1. Hoppakee. Wat een vibe dit, mensen. Heerlijk, echt waar. Echt heerlijk dit. Even lekker fietsen, op weg naar de tempel. Dan gaan we, dames en heren, volgens mij naar een eerste tempel toe. Ja. Ja. Ja.
Best wel een soort van creepy, zo'n kraai of zo. Ja, hier heb je dus weer het reinigingsproces. Dus met de lepels en het water om jezelf te reinigen. En dan daarna... Een reiger, toch? Reiger. Oh, ja. Wow. Is een Japanse reiger. Zie je hem daar zitten bij het water? Japanse reiger. Dat vindt mijn opa vast ook wel cool. Kijk opa, Japanse reiger. Of zoals ze in de Haag zeggen, een raga. Een raga. We gaan nu voor de eerste keer een tempel binnen, dames en heren. Daar gaan we. Oh, je moet dus hier deze balk overheen. Oh, hier kan je misschien van die gelukskaartjes halen. Dat zal wel leuk zijn, eerlijk gezegd. Een gelukskaartje. Wat denk jij dat het is? Ja, ik denk als je straf hebt, moet je met je blote billen erop zitten. Nee, ik weet het niet. Ik heb geen idee. En waarom is die kleiner dan die? Wat staat er? Die ligt er waarschijnlijk al een tijdje. Dat zou wel logica zijn. Bij de receptie trek het eruit wanneer geplakt komt naar voren. En de prijs is 10 yen. Wat? Hè? Ik kan hier niks van maken. Hè? Wat gek. Ik heb ook geen flauw idee wat het is. Wacht, misschien staat er bij die ander iets anders. Er staat iets van, u kunt hem ophalen bij de receptie. Het gaat stijgen. Trek een lot van de loterij. Als je hem opplakt, verschijnen de letters. Oh. Cool, dus je moet hem ophouden. Ja. Dus je moet het lot, moet je... Ja, laten we dat doen. Tuurlijk, super cool. Kijk, kunnen we hier halen? Oh, dat is wel heel erg cool, ja. Hier kan je een lot halen. Oké, wat we nu gaan doen, we stoppen 200 yen hier. Dat is 200 yen. En we, moet ik dan deze pakken? Ja, ja. Kijk, dan pak ik deze. En er staat dus Ice Fortune. En dan nu gaan we hem op het ijs leggen. Ja. Verschijnt het in het Japans? Ik heb geen idee. We gaan het zien. Is dit niet zo'n bonnetje? Is het, ja, is ja. Kijk dit. Allebei de kanten. Oh, kijk. Zie je dat? Kijk, het verschijnt helemaal. Oh, het kan allebei de kanten waarschijnlijk. Ja, het moet gewoon nat worden. Oh, de top ook. Oh, hier ook. Oh, ja. Arigato, thank you. Oh, hij gaat het voor je vertalen. Arigato. Oké, hij gaat even lezen. Hij gaat nu toch niet iets raars verzinnen, hè? Echt, hè? This number, what's your number? Mijn number? Mijn favorite number? Number. Oh, number? Deze. Wat? Deze. Hij eet het, hè? Nee, ik heb een nummer gekozen. Ik heb een nummer gekozen, 8. Dat is mijn lievelingsgetal. Wow. Mijn lievelingsgetal is 4, dus... 2 keer 8, dubbel geluk. Mijn is ook 4, hè? Dus klopt helemaal. Hij gaat het helemaal bekijken. Ja, hij heeft een helemaal document bij zich. Echt? Zo heel gaaf. This is for you. Translate it. This one? This. Oh, you can translate it. Ah, I can translate it. Koko. Kore wa koko. Koko wa koko desu. Ah. Oké, arigato. Ah, arigato. Oké, nu moet ik het zien te vertalen. Wat een vriendelijke man. Ja, dit is wel echt heel erg nice. Dat hij ook in zo'n tempel zo helpt. Ja, oké, maar nu moet ik erachter zien te komen. Het is een soort van wie is de mol opdracht, denk ik. Ja. Business-wise. Oh, business. Nou, hoe gaan de zaken in 2024? Both of buy and sell will be good. Nou. Dus het kopen zal goed gaan en het verkopen. Nou, het kopen is zeker goed gegaan. Want? Nou, heb je jezelf in die winkels gezien, joh? Ja. Alles is mee. Ik heb wel veel verkocht de afgelopen dagen. Deze is, ja, dit is gewoon de volgende. Travel. Ja. Yeah. Wherever you may go, you don't lose anything. Oké, okay, dat zou handig zijn voor jou. Ja, kan je niet een stukje afscheuren voor Misha? Wil je deze hebben? Your wish will come true and you will be glad. Oké, okay. Nou, ik begrijp er niet zo heel veel van. Want ik heb alles dan. Bij studeren, don't depend on someone so much. Okay? Ah, nu snap ik het. Hij heeft een kaartje gegeven die dus dit allemaal dat is. Dat denk ik, ja. Ja, en dit kaartje, dus het lot wat ik hier heb, zijn al deze dingen. Ja. Snap je? Ja, ja. En als je dan een ander nummer hebt, met dan krijg je een ander kaartje. Krijg je een ander kaartje. Ja. Dus deze passen allemaal bij je mij hier dus. Hier eentje voor childbirth, feel safe.
No problem. No problem. Nou. Voor geboorte, feel safe, no problem. Oh, dit is wel echt leuk, hè? En dat, daarom, dat ijs. Maar echt cool, hè? Ja, dat is wel leuk. Dat is wel echt leuk, ja. Mooi aandenken. Ja, het ziet er hier wel allemaal heel erg mooi uit, hoor. Moet je kijken ook hoe dit eruit ziet, hè? Daar kan je toch helemaal niks van maken, dit. Oh, wat is hier trouwens? Oh, is dit dat geluk en geen geluk? Ja, volgens mij wel. Schatje, kom eens. Is dit niet zo'n lot van geluk of geen geluk? Weet ik niet. Deze, die zijn meestal wel iets deze langer. Deze herken ik niet. Dit is 100 yen. Oké, 100 yen, schatje. Nou, dan mag je grabbelen. Dan pak je er eentje. Zeker weten dat ik er eentje heb. Dit is hem. Nu kijken wat het is. Ik begin gewoon even bovenaan. Het is sowieso nummer 19. Er staat ondersteboven vragen nog. Hoezo? Oh, misschien heb je inderdaad ondersteboven. Ja, die klopt hier wel. Small bird, enjoy, big spring. Het lijkt meer een verhaal. Het heeft telkens eerst over een klein vogeltje in een basket. Dat je de kleine dingen moet waarderen. En daarna is de vogel uit de kooi gelaten. Waardoor je happiness krijgt. Dus ik denk dat het telkens een soort van metafoor is. Oké, nou dat kan je dus hier uitgrabbelen voor 100 yen. Dus dat is iets van 60 cent. Het lijkt wel alsof dit allemaal van die loten zijn. En als je het dan niet eens bent met je lot, dat je het dan hier laat. En als je het wel mee eens bent, wat ik dus ben, dan neem je hem mee. Neem mee naar huis. Ja, ik heb hem in mijn broekzak. Dus nou, dan gaan we eerst de tempel verlaten. Op naar de volgende. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd hoe de volgende eruit ziet. Ik heb wat Google afbeeldingen gezien. En als het goed is heb je nog veel meer tempels die gewoon ook mooier zijn dan deze. Ik bedoel niet dat deze lelijk is, maar hij is op zich gewoon oké qua formaat. Maar volgens mij heb je nog veel mooiere en grotere tempels dan dit. Dus we gaan op naar de volgende. Dit ziet er wel heel erg mooi uit hoor, dames en heren. Hé! Hey. Ja, op de man af met de koekjes. Nog steeds, als je koekjes hebt dan ben je de lul hoor. Kijk dan hoe mooi dit is. Het is echt groot ook dit. Dit ziet er echt heel erg mooi uit. Ik denk dus dat dit ook echt heel erg oud is. Wauw. Kijk eens eventjes. Sta ik dan in Japan, dames en heren. Met dit als achtergrond. Hoe bizar is dit, hè? Oké, daar gaan we, dames en heren. We zijn onderdoor gelopen. We gaan nu richting de grote tempel daar. En voordat we daarheen gaan, zie je eerst hier nog prachtig deze hert staan. Kijk nou. Gewoon midden hier op de weg. Staat hij gewoon een beetje om zich heen te gluren. Zo fijn. Hey. Hallo. Oh, meteen groeten. Kijk dan, zo mooi. Wat een plaatje. We zijn gewoon in Japan, Wouter. Waanzinnig. En ook gewoon al die hertjes erbij. Dat is echt niet normaal, hè? Nu zijn we in het heilige gedeelte. Ja, want dat hoorde ik jou net zeggen. Wat? Ja, nou ja, kijk, ik vertel alles zo goed als dat ik het natuurlijk weet. Dus als er geschiedenisdeskundigen zijn, die zullen het waarschijnlijk beter weten. Maar van wat ik heb gelezen is deze doorgang is eigenlijk, je ziet ook die drempel daar. Je hebt daarachter heb je de normale mensenwereld. En ja. Hier over de drempel stap je nu eigenlijk op heilige grond. Dus nu zijn we bij de heilige grond. En daar had je ook die twee hele grote standbeelden daar staan. Dat is dan de kami. En die verwelkomen je of beschermen je zeg maar op de heilige grond. What? Dus je hebt bij elke tempel die je zal vinden, heb je altijd, of de kleine poort is of grote poort is, heb je altijd dat je stapt in het heilige rijk. Ja, waar ik ook dus ook bij die eerste tempel overheen stapte, over die balk. Dat heb je dus hier ook inderdaad. Ja. Oh, dat is wel interessant. Ja, leuk hè. Daar zijn we, dames en heren. Kijk hoe massive dit weer is. Echt niet normaal. Wat een plaatje. En wat voor geluk hebben we ook met het weer trouwens. We gaan dus nu even een ticket halen. En je kan dus een ticket halen voor de Great Buddha Hall. En je kan een ticket halen voor de Great Buddha Hall en het museum. Ja, wij gaan alleen naar de Great Buddha Hall. Dus dat kost 600 yen per volwassene. Arigato. Oh. Arigato. Oké, daar hebben we 4 tickets. Boom. Let's go. Let's go. Let's roll. Daar gaan we. Ticket voor de Great Buddha Hall. Als je dan hier een ticket hebt gehaald, let op wat er dan gebeurt als je deze kant op gaat. Dit is echt bizar. Daar gaan we hoor. Kijk dan. In één keer uit het niets. Kijk hoe gigantisch dit is. Ongelooflijk.
Het is echt heel erg mooi dit. Wat een plaatje zeg. Kijk, en dit is waarom ik zo van reizen hou. Om dit met eigen ogen te zien is echt zo super vet. Ja, je kijkt je ogen uit zeg. Wat een grote tempel zeg. Kijk dan. Wow. Staat die Boeddha hierin of daarachter? Erin. Nou trouwens, ik weet niet of hij zo groot is. Great Buddha Hall staat hier, ja, 60 nee, meter, 57 meter. Ik denk dat die Boeddha is. Ja. Nee, deze... Nee, dit is hoger hoor. Dit is sowieso hoger dan 60 meter. Dus die Boeddha staat dan sowieso hierin. Maar ja, daar gaan we achter komen, want we hebben daar tickets voor. En het is allemaal van hout. Ja, dat is bizar. Het is het grootste houten gebouw ter wereld. Dit. Ja? Wow. Wow. Zo lang bewaard gebleven. Ja, dat weet ik niet. Geen aanstekers meer naar binnen. Nee. Ja, onze kozijnen in Soesterberg zijn zelfs al rot. Ja, dat is wel zo, ja. Hoe kan dit niet rotten? Ja. Op camera, dit is gewoon niet over te brengen op camera hoe groot het is. Klopt. Konnichiwa. Arigato. Yay. Het is zo leuk om een paar van die woorden gewoon te weten, zoals konnichiwa en arigato. Dan ga je dat gewoon de hele tijd gebruiken en dat vinden ze wel leuk. Ik heb even zo'n QR-code gescand en hij is 2 keer wel verwoest geweest door vuur. 1 keer in 1180 en 1 keer in 1567. Maar daarna zijn ze dus weer opnieuw opgebouwd en hij is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Maar de laatste keer brand was dus 1567. Maar hebben ze hem dan gerestaureerd of echt helemaal opnieuw gebouwd? Nee, ja, ik denk gewoon gerestaureerd, eerlijk gezegd. Niet opnieuw gebouwd. Gewoon nieuwe balken en zo. Alles wat kapot was, weer goed gemaakt. Maar er staat wel echt hoogte. Nee, 48 meter. Dat is echt hoger dan 48 meter. Ja, veel hoger. Maar dat is sowieso die Boeddha, schat. Ja, de Great Buddha Hall is the largest wooden structure in the world. Gewoon dit oude gebouw. Nergens is groter. Het is gewoon het grootste ter wereld, dames en heren. En daar zijn we nu. Kijk dan. Grootste houten gebouw ter wereld. Dit zie ik dus ook heel erg veel mensen doen. Dat je hier... Even kijken, hoeveel moet je betalen hiervoor? Oh, dit is gewoon een donatie wat je mag doen. Dus je hoeft niet per se wat te betalen, maar ik hoor wel de hele tijd munten erin vallen. Dus eigenlijk iedereen doet het wel. En dan steek je hem hier aan en dan stop je hem erin. En dan doen ze nog iets van bidden richting de tempel. En dan, nu gaan we ook daarheen lopen, let's go. Dit is echt heel erg bizar. Hoe groot is dit wel niet, joh? Het is echt heel groot, hij is heel groot. Ik denk dat het nogmaals een kwestie is van hierheen gaan en dit zien. Want op film krijg je het volgens mij niet goed voor elkaar om te beseffen hoe groot het is. Los van het feit dat je de Boeddha ook niet echt heel goed ziet eigenlijk, omdat het daar zo donker is. Wow. Dan denk je, hier zie je ook echt gewoon een super groot standbeeld. Deze is ook weer zo gigantisch, helemaal van hout. Ik weet ook niet wat ze hierin doen. Ik denk ook weer een offer of geld. Komukuten. Hier heb je een soort Maduro-dam. Ja. Maar dan van tempels. Als ik hier ben, weet je waar ik dan echt zin in heb? Nou? Om Kung Fu Panda te kijken. Ja, snap ik wel hoor. Ja, als ik die gebouwtjes en zo zie, dan denk ik aan Kung Fu Panda. Snap ik heel goed. Ja. Dat zie je ook in die film elke keer terug, allemaal van die tempels. Dat is wel knap gemaakt dit, wat je allemaal ziet. Die guy die we net zagen en ook die twee bij het begin van de poort, ja? Dat zijn blijkbaar bewakers. Okay. Ik zei dat het kami waren, maar kami zijn de goden van het altaar waar we eerder zijn geweest. Ja. En dit is een tempel. Dus dat zijn twee verschillende dingen. De een is een altaar, een shrine, en dit is een tempel. De een is van Shintoïsme, waar we het over hadden. Ja. Waar de meeste mensen in geloven. En dit is het Boeddhisme. Dus dat zijn twee verschillende geloven. Precies, het zijn twee verschillende religies. En de kami die zit dus in de Shinto. Ja, ik denk dat de meeste mensen Boeddhisme wel kennen. Ja, precies, dat is veel bekend. Maar die Shintoïsme? Ja, dat is dus echt in Japan dat daar de meeste mensen in geloven. En dat is ook de oudste religie die hier was. Ja, en dat zijn dus die altaars. Dus die tempel die we hiervoor bezocht hebben. Nee, dat was dus geen tempel, dat was dus een altaar. Ah, een altaar. En dit is een tempel. Wow. Dus dat is best wel wat kennis die je moet hebben. Ik zit het ook ondertussen een beetje te googlen, want ik vind het leuk als je dan dingen ziet om ook
daarover te leren. Snap ik. Maar dat ik ook wel even corrigeer met wat ik aan het begin zei. Ja, snap maar ik. Maar het zijn dus wel bewakers, als ja, van de grond. Sowieso laat weten in de reacties als jullie er wat andere mooie leuke feitjes over kunnen vertellen. Kijk dan, je kan een dakpan doneren. Of je kan een donatie doen voor een dakpan. Inderdaad. Ja. 2000 yen en dan doneer je één dakpan. Kijk, donation roof tile. 2000 yen. Ja, dat is dus voor renovatie of zo, denk ik. Kijk dan, deze man gaat het proberen doorheen te gaan. Kijk dan. Kijk deze man. Wat? Moment al. Wat? Ik weet ook niet waarom die dat doet, maar kijk dan, mensen gaan daar doorheen. Ja, dat is toch bijgeloof of zo? Nou, ik vind het wel smal. Daar staat ook een papiertje, die kunnen we misschien gaan vertalen. Ja, er zijn 3 mensen al doorheen gegaan. Dus misschien betekent het iets. Even kijken of dat hierop staat. Staan om dus door dat gat te kruipen. Maar ja, daar zie je van die kinderen. Dat is echt easy. Ik heb wat voor dikke jas ik aan heb. Dat gaat me toch nooit lukken? Maar ik ga het wel even proberen. Het is de grootte van het neusgat. Serieus? Van die Boeddha, ja. Nou, zullen we even kijken of ik door het neusgat kan? It is believed that those who can pass through the hole will be granted good health and protection from bad luck. Nou, oké. Let's go. Waarom heb ik het idee dat Maisha dat makkelijk zo doorheen komt? Ja, daar gaan we. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik ben wel een grote jongen. Ik ben een grote, grote jongen. Ja, één arm naar voren. Eén arm naar voren. Dat is oh, het is echt wel smal. Oh, dit is eng. Ja, dat is goed. Nee, ik kan niet. Nee? Nee. Echt niet? Nu wordt hij gewoon uitgelachen. Oh, niet nee? Oh, geen geluk. Geen geluk. Ik kan met beide armen proberen, dan moet jullie trekken. Nee, dan worden je schouders te breed, denk ik. Kiekeboe. Ja. Het zou kunnen. Ja. Oké, Maisha, hou vast. Ja. Nee, nee, oh, je hebt hem al. Het lukte. Oh, dat is wel eng hoor, serieus. Ik denk als mensen jou er doorheen gaan, dat ze nu denken, dan kan ik er ook in. Ik vond het echt spannend. Ja. Ik vond het echt spannend. Boei, ik dacht, wat als ik hier vast... Ja, oh, ik wilde ook snel. Ik dacht, wat als ik vast kom te zitten? Ja, het is kleiner dan je denkt. Kom op, Wouter, nu jij. Oh. Tuurlijk, geef je jas maar. Nou moet ik er passen, als jij er doorheen past. Ja, ga je het ook proberen? Ik ben veel dikker dan jij nu. Nee, ik kan toch wel proberen. Hoe vet. Dan gaat dus ook de baby er doorheen. Maar zijn schouders zijn wel breder dan die van mij. Dus. Maar jij bent wel groter dan dat ik ben. Dus jij gaat het sowieso lukken. Let's go, Wouter. Ik ga in één keer zo. Ja, met een aanloop. Let's go, Wouter. Je kan het. Meer boren. Yes, let's go. Geluk, let's go. Weet je wie ook een beetje geluk kan gebruiken? Nou? Oh nee, maar ja, kom op, Maisha. Ja, let's go. Kom op. Zo schattig gaat Maisha door de heen. Voor Maisha is het gewoon alsof ze door een gang heen loopt. Oh, alsof ze een hobbit is of zo. Als dit er doorheen past, hè? Kom op, schatje, jij kan dit. Jij kan dit, schat. Kom on. Ja, je kan best zij en dan de armen. Met de baby. Voor goed geluk. Oh nee, ik doe helpen. Moet ik je helpen? Gordon, you got it. Jawel, schat, kom op. She's pregnant. Kom op, schatje. Oh, een bevalling. Yes. Je bent ze allebei, je boven. Lekker, schatje. Ga door het gat heen. Twee armen tegelijk. Arm even groot is als de neusgat van de gewoon beet, beet pakken en trekken. Kom op. Ja. Yay. Dat is nice. Yes. Goed geluk. Nou, dames en heren, nu zie je het wat beter vanuit deze kant. Nu het wat meer belicht is. Maar we zijn dus net door zijn neusgat gegaan. En hier zie je dus hoe groot dat dan wel niet is, die Boeddha.
We hebben heel even een lekkere, snelle snack gehaald. Ik heb even een hamburgertje gegeten met wat patatjes. Gewoon even een snelle, lekkere snack. Maar omdat Myron niet zo heel erg veel zin had in dit frituur eten, zeg maar, gaan we nu nog even naar Kamakura. En dat is dus die noedeltent waar we dus buiten bij de vendingmachine, ik neem dit wel mee, ja. Dat we buiten bij die vendingmachine op menu gingen kijken en dan iets gingen bestellen en dan naar binnen gingen met het ticket en dan het kregen. Dus daar gaan we nu nog even heen voor Myron. Arigato. Arigato, thank you. Oh, thank you. Arigato. 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 Bro, ik had het niet goed gefilmd, maar dit was weer gewoon een teken hoe dankbaar ze zijn dat je het zelfs van daar naar binnen brengt. Ja, ze waren helemaal... Wow! Ja, ze waren helemaal verbaasd. Ze kregen een diepe buiging. Echt bizar. Kijk, daar zijn we. Kamakura, soup with noodles. Heerlijk. Zo lief. Heel vaak bukken ze dan als je aan het filmen bent. Oké, we hebben de fiets daar neergezet. Myron die is alvast naar binnen gegaan en die heeft lekkere soep met noodles besteld. Dus ik was even met de fiets aan de hand, met twee fietsen die kant op gelopen. Zodat Myron alvast even lekker kan zitten en kan bestellen. Want die wilde echt even iets anders dan frituur eten, wat ik ook heel goed snap. Wouter en ik gingen gewoon even lekker snel snacken. Wauw, deze winkel. Ik weet er waar wij heen gaan. Hey, veel plezier man. Oh, ik zie Chin Chin knuffels. Kijk eens wat ik hier zie, dat wil ik. Wat zie je? Ik zie... Pokémon kaarten. Charizard. Charizard. En ik zie een veel te schattige Pika. Oh my god. Die zitten hierin. Oké, weet je wat echt heel erg leuk is? Hier hou ik sowieso van. Oké, dan ga ik even Myron vergezellen. Maar ik heb nog wat klein geld. Dus dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie voor mij gaan winnen. Oké. Okay. Oké. No pressure. En het liefst een Chin Chin knuffel. Maar ik weet niet hoe je die kan winnen. Ja, ik zie die daarboven. Ik zie daar een paar ballen zitten. Oh, dat ja, is iets van Chin Chin. Ik voel ook een beetje Spider-Man. Spider-Man een beetje Pokémon. Is ook cool, ja. 1000 yen. 1000 yen. 1000 yen. Jullie kunnen dit. Veel okay. Plezier. Ik ga naar Myron toe. Succes. Eet smakelijk. Oké, dankjewel. Tot jou. Bye bye. Oké, nou, zoals ik al eerder zei, vaak zijn mensen echt aan het wachten bij eettentjes. En ook zoals hier. Gelukkig zit Myron al binnen, dus laten we Myron even opzoeken. Kijk, drukken weer op dit knopje, gaat die open. Push. Hoppa. Kijk dan, Myron die zit hier gewoon als een local lekker te eten. Ja, dit vind je echt nice, hè? Ook omdat er groentes in zitten en zo. Ik heb extra groenten besteld. Ja? Ja, er zat echt zo'n brood groenten. Ja, we hebben tot nu toe niet heel veel plekken gevonden waar je groenten kan bestellen. Best wel zeldzaam of zo. Of we kijken gewoon verkeerd. Maar hier in ieder geval wel. Het ziet er super goed uit. En wat anders is bij deze dan en die andere... Ah, arigato. Wat anders is bij deze Kamakura. Wat anders is hier dan bij die vorige, is dat hier heb je een tablet. Ja. En op deze tablet kan je dus allemaal eten en drinken bestellen. En niet bij die vending machine. Het is wel leuk om allebei een beetje mee te maken. Ja. Maar goed, we hebben deze ook mee trouwens. Ik ben heel erg benieuwd wat voor foto's hier uitkomen. Dus laten we deze even draaien. Ik doe even de flits aan, dan gaan we een foto maken van Myron. Kijk ook hoeveel koks er bezig zijn trouwens op dit moment. Ze zijn allemaal lekkere dingetjes aan het maken hier. Nou, en ze wilden graag deze Chin Chin hebben, maar dan moet je 5000 yen per kans hebben. Dus ja, met een 1000 yen budget gaat dat hem niet worden. Maar we hebben hier een mini Chin Chin gevonden. En ik denk dat we voor die moeten gaan. Dat bijtje? Dus, ja, dat bijtje, dat lijkt me de makkelijkste. Nou, die daar links in het hoekje, dat babytje, dat is nog lichter. Ja, maar het is niet echt Chin Chin. Maar we hebben 1000 yen. Okay. Hoeveel is het per keer? Volgens mij 200. Als we hem nu in één keer hebben, jongen. Kom op. Oh my, hou je... Zag je dat? Oké, hier. Kom op. Jij kan dit. Kom op. Oh, dit is weer goed. Oké, kom op. Ja, we hebben nu 400 uitgegeven, okay. Dus we hebben nog 600 over. Dit is onze enige kans. Voor de rest hebben we alles afgekeken en er is niets. Daar gaat hij. Oké, let's go. Ja, dit is wel... Hij ligt goed, toch? Ja, dit is echt waanzinnig goed. Ja. Oh, ik word hier zo boos van. Maar dan kan het niet. Jawel, het kan, want ze doen zeg maar random dat hij soms sterker is en soms niet. Echt waar? Ja, dus elke 20 keer bijvoorbeeld
blijft hij wel sterk. Ja, ik kijk te veel van die kennisfilmpjes op YouTube. Oh, maar je bent hier echt wel goed in, maar... Oké, okay, hier. Ik denk toch dat we ook nog voor een andere kutje moeten gaan. Nee, we hebben niets. Wat is dit? Ja, weet ik niet. Het is gewoon viezerheid. Ben je klaar voor? Yes, let's go. Nou, ah, die deed niet eens zijn best. Overduidelijk is het niet gelukt om iets van Chin-Chan te halen. We hadden maar 1000 yen en het kostte 200 yen per keer. Dus we hebben eventjes wat geld nog gevonden in onze eigen portemonnee. Voor 300 yen, wat dus ongeveer 2 euro is, gaan we nu random ninja kat voor hem kopen. Hij kan krijgen ninja kat met vis. Of ninja kat vliegt uit de lucht met dekentje. Of ninja kat houdt een doekje vast. Ja, de ding is. Wat doet die laatste? Ja, ik weet het niet. Hè? Heeft... Oh nee, hij ligt in het water en hij ademt via een tube. Oh. Ja, dat is wel heel gaaf. En ja, dit was het gaafste die er was. Dus ik gooi hem erin. 1, 2 en 3. We draaien. We draaien. Draaien. En? Wat is het? Wat is het? Het is een ninja kat die uit de lucht valt. Bad. Ja, die is wel sick. Dat was wel de coolste. Ja, dat was zeker de coolste. Nou, heeft hij toch wel getroostprijs. Wouter gaat het proberen. Oh, dat kan beter. Ik kan hier zo slecht tegen. We zijn nu maar gewoon extra centjes erin aan het gooien om die chin-chan voor hem te krijgen. Moet toch lukken? Dat ding werkt ook voor hem. Nee, ik weet het. Kom op. Op het hoofdje. Oh, kom op. Oh, hij pakt hem niet eens vast. De laatste monies. De 200 die we hebben. Kom op. Nu moet hij lukken. Kom op. Nou, dit is echt... Ik ga maar die kat gewoon geven. Na dit mega fiasco liepen we terug naar Enzo en Marion. En onderweg kwamen we deze gachapon tegen. Een chin-chin gachapon. Yeah! Eindelijk gegarandeerd prijs. Maar ja... Wie krijg je van de karakters? Er is één chin-chin, 1 op de 5 kans dat je die krijgt. Maar het is ook een Sleepy, die moeten we krijgen, ja, toch? Ja, die is wel heel leuk. Okay. Maar ik ga die nu halen. We hebben net even gepint, want ik dacht, deze moeten we gewoon eventjes halen. Maar ik ga jullie nog niet laten zien welke het is. Dat mag Enzo gaan uitpakken. Oeh. Dus jullie zien het zo. Ik ga hem nu erin stoppen. Kijken of dit draai iets beter gaat. Dan draai ik. Daar is hij. Helemaal. En jullie gaan nu zien... wat het is. Nu heeft Marvin super lekker gegeten hier en heeft het bonnetje dus meegenomen. En dat bonnetje, dat doet ze dus hier in dit apparaat. En dan is het een kwestie van... aanklikken waarmee je wil betalen. En that's it. En that's it. Hoe ideaal is dat? Zo nice. Oké, en dan is de winkel waar Wouter en Maisha zijn, ik denk nog steeds daar. Denk je? Ik heb ze echt geappt. Serieus? Ja. Maar ja, misschien zijn ze er nog inderdaad. Volgens mij is deze winkel ook super groot. Kijk hoe nice dit is. Oh, dit is echt de hemel voor mij. Kijk, hier kan je dus allemaal al Pokémon kaarten krijgen. Zie je, deze kaarten kan je krijgen. 300 yen gooi je erin. Nee, dat is van de nieuwe toch? Die heb je maar gisteren laten zien. Ja, dit is van de nieuwe set, de nieuwe EX set, de X set. Alleen, ja, deze kaarten die lokken ze natuurlijk om... jou hierheen te krijgen. En dat lukt ze weer, hè? Precies. Ja. Wauw, hier heb je echt hele dikke. Kijk dan. Die zitten hierin. What? Heel vet. Maar zijn ze hier niet, hoor. Zijn ze hier niet meer? Fijn niet. Nou, maar dan kan ik deze wel even proberen. Oké, daar gaat hij. 100. 200. Oké, daar gaat hij. Gaat-ie. Welke willen we? Ja, welke wil jij? Ik denk die met die 3 pakjes erin. Oké. Oh! Huh? Ja, hij ging al naar beneden, want de tijd was om. En toen klikte je. Je moet hierop drukken om te grijpen. Dus als je hierop drukt, dan gaat hij grijpen. Oh. Dus je moet zelf timen om te grijpen. Damn. Nou, dat heb ik dus nu geleerd. Even opnieuw. Ja, je moet allebei de keren klikken. Ja, extra moeilijk. Oh, dat zijn wel echt bijna. Schatje.
keken terug op camera. Hij ging gewoon open aan de bovenkant. Hij liet hem gewoon expres vallen. Niet nog een keer doen. Dit ding is kapot. Serieus. Kijk terug op camera. Oké, okay, Wouter. Oké. Okay. De prijzenpot. De prijzenpot. Ja, jij wilde de Chin Chin. Ja. Oeh, ik wou dat net tegen jou zeggen nog dat die daar lag. Ja, de Chin Chin, die ligt daar. Die kan je dus uit de gachapon krijgen. Vanaf 5000 yen per ding. Wat, de meen. Ja, dan heb je dus hem niet eens gegarandeerd. Dus dat was meteen out of the picture. Maar oké. Okay. Hadden we 1000 yen. Ja. En gingen we. Voor deze. Voor deze. En is dat gelukt? Nee. Echt niet? Nee, we hebben alle 1000 yen 5 keer geprobeerd, werkte niet. Serieus? Toen zijn we gaan kijken bij de bank, hebben een lening afgesloten voor weer 1000 yen. En toen... Nee, is het gelukt? Dan lukte het weer niet. Oh, serieus? Ja. Dus toen dachten we, oké, maar we moeten wel iets hebben wat leuk is. Ja. Dus toen hebben we hier gekeken, wat is hier het tofste wat je in ieder geval uit de gachapon kan krijgen. Toen hadden we deze. Wat? Dus je hebt 2000 yen er doorheen geknald. Ja, dat is, ja, ik ben daar goed in. Even kijken hoor. Wat hebben we hier? Het is een kitten die een parachute heeft. Het is een ninja kat. Een ninja kat, kijk dan. Ja, hij is wel geniaal. Dat was het meest gekke wat we konden vinden hier tussen al deze dingetjes. Ja, hij ziet er wel echt lach uit. Echt. Maar toen stopte het verhaal niet. Oh. Nee, ik geef je de camera. Meen je? Ja, toen hadden we iets van, nou, zwa, dat was het. Yeah, we gaan gewoon door, precies, we gaan gewoon nog even wandelen. En toen zagen we, ergens in een of ander schimmig gebouwtje, zagen we een Chin Chin gachapon machine. Meen je? Waar de kans 1 op 5 was om Chin Chin te krijgen. En ik heb laten zien in de vlog dat we hem hebben opengemaakt, maar nog niet wie daarin zat. Meen je? Dus? Die heb je ook hier. Hier wel. Ga maar kijken. Jij weet het ook nog niet. Ik heb het gezien. Kans 1 op 5 en hij zit erin! Nee, dat is toch geen Chin Chin? Oh, niet. Nee. Dat is dat broertje of zo. No, waar is die gachapon? Nee, maar wacht even. Ja, toen dacht ik eigenlijk van, deze is wel cute. Dat is een broertje toch? Ja, hij is wel heel erg cute. Ja, hij wel. Maar toen hadden we zoiets van, ja, we kunnen dan niet dat ding halen. En dan bij die gachapon. Dus, hebben we nog even 1000 yen. Nee joh. En toen... Een groen balletje. Huh? Een kleur. Wat zit daar dan in? Dat is hem ook niet. Dat is hem ook niet. Wel leuk. Hij is wel cute. Is waar is mijn Chin Chin dan? Is dat zijn papa of zo? Nee, dat is zijn vriendje dat ballen. Waar is een vriendje? Ja. Dus toen hadden we nog... Waar ben je nou? 300 yen. In... Het portemonneetje. Ze hebben toch de laatste poging voor blauwe bal. Wie is de blauwe bal? Wie is de blauwe bal? Maar op hem open. Ook niet zitten. De vier die stond er wel. Dus nu kom. Nee. Dus nu gaan we hem halen. Dit is de plaats delict. Oké, okay, hier beneden. Ah, dat is hem. Dat what? Oké, okay, de enige die we nu nog moeten hebben zijn die en die. Dan hebben ze alle 5. Okay, zat maar... die er ook in, of niet? Ja, die had ik net. Je had toch 2 keer Snottenbel en 1 keer die, volgens mij? Nee, en die net. Oh, had je die ook? Ja, oh, dus nu alleen die 2 nog. Dus nou, daar gaan we. Oké, okay, dit zou wel echt perfect zijn. Ik heb hier 600 yen. Oh. Dit zou het gewoon kunnen zijn. Zou het gewoon kijken of jij dat Chin Chin geluk hebt. Misschien voelt hij zich ook gewoon meer thuis bij jou. Kom op, Chin Chin! Oh. Ja, ja. Welke kleur? Oh nee, my. Dat is een boekje. Dat is die. Die weer die Snottenbel. Oh, oh. Dus het maakt niet uit welke. Oh jawel, je had net ook een geel balletje. Het zijn allemaal verschillende balletjes. Ja, het zit allemaal verschillende kleuren. En wij dachten ook van dat kom op, kom op. Die roze bal heb je nog niet gehad. De roze moet je krijgen. Kom op. Oh, zo groen. Die heb je ook al gehad. Ja. Oh mijn hemel. Die 2, maar er zitten wel roze ballen dit is, in. Ja, deze 2, die hebben we elke keer. Tori. Dat is met z'n handen vol. Nee, kijk, nu heb ik 5. Oh, mijn hemel. Ja, dus dat is, even kijken. Ja, het gaat wel om de kleur bal, inderdaad. Ja, dus we hebben die,
Die en die. Ja. Alleen die twee nog. Ja, welke is dan? Je hebt nog een roze. Ja, roze zal misschien dat meisje wel zijn. Misschien zit Chin-Chin er helemaal niet in. Is dat gewoon oranje? Misschien is die gewoon al weg. Ja. Hallo. Nou ja, een andere kleur. Al Chin-Chin zit er wel in hoor. Ja? Ja. Welke kleur dan? Dat is een oranje. Oh. Ik zie roze en oranje, of een soort van rood. Ik zie roze en een soort van rood. Die hebben we nog niet, toch? Dat denk ik ook. Ja, rood is ook wel een beetje kleur, toch? Nou, gelukkig. Oh nee, dit is echt déjà vu. Hier stond ik ook. Ja, zo waren wij ook vroeger. Maar als je 500 yen in doet, krijg je dan terug? Nee, ze hebben daar zo'n exchange daar links. Daar rechtdoor. En ze hebben daar ook nog een andere vette machine, maar misschien moet ik die maar niet laten zien. Dit is zo leuk! Het is ook echt zo'n schimmig winkeltje hier. Inderdaad. Ja, we liepen hier ook en dachten zo, oké. Ja, maar kijk, moet je kijken wat je hier hebt. Minecraft! Een Minecraft. Moet je gewoon een blokje blokken. Pakken. Dit is echt wel vage, tja. Echt hè? Allemaal gekke spelletjes. Dames en heren, we zijn weer op het plaatsdelict. We zijn weer bij de Chin Chin. En we hebben genoeg yen. Dus daar gaan we. Chin Yen. Ja, ik wou net zeggen, het is geen Chin Chin, maar Chin Yen. Kom op. Oh. Ik zie een gele. Dat is niet goed nieuws. Dat is deze. Alweer? Alweer. Misschien kunnen ze doorverkopen. Ja. Komt ie! Ja! Oh, een rode! Iedereen ze. Is dit hem dan? Wij schreeuwden zo. Ja, jullie schreeuwden echt heel hard. Ja! Die mensen keken echt, wat de frick. Dat zijn Hollanders, hè? Ja. Is het hem? Oh. Weet ik niet. Er moet een rode zijn. Moet wel. Anders zit hij in roze. Ja, het is hem! Ja! Oh, let's go! Daar is hij! De Chin Chin. Sleepy Chin Chin. Ja, hij is wel heel leuk. Hij heeft wel een goed verhaal, toch? Ja, zeker een goed verhaal. Ik heb zoveel ballen nu. Oh my god. Maar ik heb de Chin Chin. En een vliegende kat. Huh? En een vliegende kat, ja. Vliegende kat? Nee, die heb je ook. Huh? Is een vliegende kat zelf filmen? Ja, dit is wel echt leuk. Dit is cute. Ik heb ze bijna alle vijf. Maar niet die andere ook? Ja, precies. Pak die laatste dan. Dat moet je niet zeggen. Dat is gewoon grapje. We gaan motje eten. Ja, dat denk jij nu. Ja. Dat denk jij. Ja. Is er maar één keer? Eentje. Nee, maar eentje kan dat toch? Ja, we gaan er eentje. Eentje dan. Voor de roze. Eentje, ja. Voor de roze, kom op. Als nu de roze eruit komt. Ja, dan. En als hij er niet uitkomt, dan. Al een chin. Kom op. Draaien, schat. Draaien. Kom op, roze. Roze. Nee! Niet weer die gele. Niet weer die gele. Weer de snot wel. Oh, damn. Geef maar een kan ik ook kijken? Dat is... Hallo! Ik wil even kijken hoe dat systeem werkt als hij draait. Oh, ja. Oh, misschien werkt het door muntjes erin te stoppen. Even kijken hoe het werkt. Ja, nee. De blauwe! Oh, nou, maar je zocht roze. Ja. Kom, we gaan. Ja, die had ik al. We staan nu, dames en heren, bij een... hele bekende mochi tent. Ja. En deze mochi tent? Ja, die is helaas nu voor demonstraties. Nee, ze doen geen demonstraties meer vandaag. Klopt. En want normaal gesproken zie je hier dan, zie ze zo slaan en dan die deeg of zo. Ik weet niet wat het is. Are you guys lining up? No, they are. No. En dan gaan ze zo slaan en dan hier in die bak. En dat ziet er blijkbaar helemaal leuk uit. Ja, maar die demonstraties zijn voorbij. Ja, dat staat helaas hier op het bordje. Ja. We kunnen vast wel laten zien hoe dat eruit ziet. Ja, demonstratie is voorbij, maar hier heb je dus een bak. En daar slaan ze dus op met van die hamers. Ja. Maar ik denk dat de editor wel een filmpje kan vinden daarvan. Ik denk het ook. Maar ze zijn dus wel vandaag vers gemaakt. Juist. En Wouter en Misha, die staan nu in de rij. En die zijn nu aan de beurt trouwens. Ja. En die gaan twee mochis halen. Ja. En dan gaan wij eentje delen. Yes. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we ergens anders staan, want iedereen denkt dat we in de rij staan. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe dat smaakt. Ik ook. En wat erin zit. Ja. Bijvoet liet... Maisha mij net zien. Dat zit bijvoet? Maar dat is een soort van gras of zo, leek het. Oké. Okay. Yay, daar zijn ze, de moshi. Kijk. Dit zit erin? Het is een soort van gras. Ja. Toch, dat liet je toch zien? Bijvoet? Ja, munkwort. Ja. Wat ja. Is dat? Ik weet het niet, maar dit lijkt ook echt totaal niet... De moshi in de supermarkt. Die ik ken, ja. Ik vind het er niet zo lekker. Ik ook niet. Oké, okay, nou schatje. Oh, dit ruikt ook niet lekker. Nee?
Misschien moeten we het niet bij de makers doen. We zitten daar buiten te kijken. Oké. Even een lekker hapje. Hij is nog goed in elkaar gebeukt. Kijk je mond. Lekker smikkelen. Nee? Weet uit. Weet uitspugen? Even concentreren. Oh, heel, heel vies. Ja, zo erg. Waarom gaan mensen hiervoor in de rij staan? Ja, het ziet er ook. Ik heb ook echt helemaal geen zin in. Nee, ja, proef maar. Dat is echt niet lekker. Nee. Nee, vind je het ook niet lekker? Maar je zit me bijna aan. Ze keek zo naar de auto zo. Nee. Moet ik het nu ook even? Je moet wel het middenstuk ook. Nee, groter. 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 Liefie, anders proef je niet het lekkerste gedeelte. Nee. Nee? Ah, damn, nu moet ik ook. Damn. Het zijn drie keer en we hebben nog over, schatje. Geef deze van Enzo. Ik vind het zo vies. Ja, het is echt goor. Nee, dit is niet lekker. Weet je, we nemen een goede hap. Ja, het stinkt echt. Wow, zo erg. Wow, ik nam echt een diepe snuf. Nee, jongen, jij neemt niet eens een hap. Neem een hap nu. Een goede hap. Oké. Okay. Nee. Ik wil eigenlijk helemaal niet. Had je als eerste moeten gaan. Damn. 3, 2, 1. Niet uitspugen, kauwen. Gewoon doorslikken. Valt best mee, toch? Dit valt wel mee. Valt wel mee, zegt ze. Ziet dit eruit als valt wel mee? Nee. Nee. Maar omschrijf het even. Neem anders nog een smaak voor. Alsof ik zeg maar. Ja, ik vind het echt niet lekker. Deze is echt vies. Ja, kom maar uit. Ik vind niet zo geur. Ik kan wel janken. Weet je wat het is? Alsof je wordt beetgepakt bij je rug en je zo met je tong open met 100 km per uur over het gras wordt meegesleept. Alsof je daar proeft het naar. Ja. Ja, het is niet lekker. Nee. Oh, het is heel raar. Ik ga naar die vendingmachine even wat halen om weg te spoelen. Dus, een aanrader. Die Fanta, zeker. De Moshi? Nee. Nee, het, het is ook niet dat ik overdreef. Het is echt heel vies. Wat is er gebeurd? Ja, dat Kao Chin Chin heeft waarschijnlijk ervoor gezorgd dat ik mijn tasje kwijt ben. Oh, dan is het mijn schuld. Ja, want ik moet jou filmen en dan zet ik dat weer ergens neer. En dan vergeet ik dat. Dus jij hebt nu ergens je tasje neergezet op de grond omdat je even moest filmen, maar je weet niet meer waar. Nee. Je had hem hier ook vergeten anders, hoor. Nee, helemaal niet. Jawel. Oké, we gaan verder kijken. Ja. Oké, let's go. Komt goed, we vinden hem wel terug. We zijn hem alleen nu even kwijt, maar komt goed. Ik heb positieve hoop. Japan is een van de veiligste landen, joh. Wie gaat er nou dat tasje meenemen? Komt wel goed. What? Ze heeft hem gevonden bij de Mac. Waar stond hij? Daar, bij de prullenbak. Bij de prullenbak? Ja. Daar dingen ging weggooien, heb ik hem neergezet. Oh my god. Oh, damn. Maar ja, dan kunnen we nu net zo goed wat dingen weer weggooien daar bij die prullenbak. Kijk, het was eigenlijk het enige wat heel erg was, was mijn zonnebril. Ja. Daarom was ik zo aan het stressen, want de rest was allemaal afval. Ik was de hele dag met afval aan het sjouwen. Ja, omdat je mag nergens afval weggooien hier, dus dat moet je overal meenemen. Ja. Oh. Omdat bij die Nara Park hadden ze nergens prullenbakken. Oh, gelukkig. Ja, beter. Lekker schatje. Zie je, komt helemaal goed. Oké, dames en heren. We hebben de fietsen weer teruggebracht hier bij de fietsenwinkel. De onbemande fietsenwinkel. Perfect. Oké, dames en heren. Ik heb heerlijk geslapen in de metro. Gewoon echt ongegeneerd. Mond open, hoofd naar achter en gewoon in slaap gevallen. Veel Japanners, als ze dan in slaap vallen in de metro, dan hebben ze zeg maar hun hoofd zo naar beneden, met vaak een mondkapje op of gewoon ogen dicht zo. Maar ik weet niet, ik vond de achter vond ik lekkerder. In ieder geval, we gaan nu iets heel erg leuks doen. My friend. Een kapsel. Ja, dat zag je net ook al. Wat? Ik dacht, dat is wat voor mij. Ja, echt. Ja, dat is wel een bijzonder kapseltje. Ja, ik ga nog naar een Japanse kapper, hè? Ja, nou ja, een fotootje maar. inspo. Ja, ik vroeg om 15.000 likes en dan zou ik naar de Japanse kapper gaan. En er zijn iets van 25.000 likes, dus goed. Maar, je hebt iets opgezocht. Ja. Namelijk de gamewijk, dus de speelhoek, zeg maar. Ja, Dendentown. Dendentown. Ja. En daar heb je allemaal vet coole gadgets en winkels van arcade games. Ja. Maar je hebt daar ook arcade hallen waar je spelletjes kan spelen. Precies. En daar gaan we nu heen, naar Taito Station heet het volgens mij. Ja. En ze zeggen dat het hier de grootste is. We zijn er wel eerder al een keer even op de onderste verdieping. Maar
blijkbaar hebben ze iets van 4 of 5 verdiepingen. Het zal er eens niet, hè? Daarom. Dus alles in de hoogte. We kijken of iets leuks is. En anders zijn we gewoon in het gaming district. Ja. En komen iets leuks tegen. En is dat Uber? 9940. Let's go. Dit is de Uber. Oh, ik vind deze auto's ook zo gangster. Ook gewoon vet dat die spiegels gewoon hier voorop zitten. Vinden jullie niet? Ziet er toch zo cool uit. Nou, daar gaan we weer. Let's go, go. Oh, ik ga voorin zitten blijkbaar. Nou, dan word ik Matties. Matties met de driver. Konnichiwa. Arigato. Konnichiwa. Zo, arigato. Boom. Nou, de taxi gaat er weer vandoor en we worden gewoon letterlijk voor de deur gedropt. Dit is wel de grootste, zei je toch? Die Taito ja. Station. Ja, maar ze hebben meerdere... Meerdere vestigingen. Ja, dit is de grootste in het gaming. Oh ja, de grootste naam bedoel je? Of echt dat dit niet de grootste is, maar dat er ergens anders een Taito station is? Nee, dit is wel de grootste. Het stond online. Oké. Okay. Dus, nou, het ziet er ook wel groot uit. Ja, het heeft 5 verdiepingen. Oh ja, wat? Kijk, hier zie je allemaal verschillende verdiepingen. Met hier heb je dus prize games, dus dat zijn deze spelletjes allemaal. Kan je nou serieus hier een monsterblikje winnen? Are you serious? Je kan gewoon met dit apparaat dit omstoten en dan win je dat blikje. Heel lijp. Oké, en dan heb je 2 prize games, dus dat is ook weer een spelletjesafdeling met fotosticker boots. Ik weet niet wat dit is. Densha the Go, racing games, heel vet. Satelliet games, ook cool. En wat heb je hier? Dit weet ik allemaal niet. Music games. En dan bovenaan kids card games en fighting games. Oké, heel vet. Oké, we gaan nog even een verdieping omhoog. Want je had de eerste en tweede dus alleen maar van die grijpmachines. Maar daar win je echt bijna nooit wat. Dus we gaan hier eens eventjes kijken bij de games. Check eens eventjes, wat heb je hier allemaal? Wij zijn gewoon de simpele... Ja, de simpele gamers, de Minecrafters. Kijk dan wat voor... Het zijn dit... echt wel bijna online games. Ja, zoals dat wij ze spelen. Ja, het ziet er echt moeilijk uit dit allemaal hoor. Kijk wat deze guy ook aan het doen is. Oké, we gaan nog eentje omhoog. En hij zit hier al lekker te rammen. Staan ze hoor met z'n vieren. Kijk deze guy, die heeft zelfs handschoenen aan. Ja. What? Wauw, een drumstel. Dat is wel sick hoor. Het is wel next level. Hij is wel out of order. En je hebt hier serieus je guitar hero ofzo. Oh my god, ja inderdaad. Guitar freaks. Kijk deze guy ook weer rammen op die toetsen. Daar kunnen wij toch niet aan tippen, man. Nou, Martin Garrix is er niets bij. Wauw, is echt ongelooflijk. Nog nooit gezien of van gehoord. Nee, maar al die spellen hier hebben wij nog nooit van gehoord of van gezien. Nou, we zijn nu op de bovenste afdeling. We hebben er een die we kunnen. Deze kennen wij. Deze kunnen wij. Ja, gaan we deze doen? Ja, samen. Oké, ik doe deze 3 en de 3-3. Ja, dat is goed. Kijk ons als volwassen mannen al die dingen slaan dan. Iedereen doet ingewikkelde games. Wij doen de makkelijkste game die er is. Met z'n tweeën, jongen. Dames en heren, mijn muziekskills. Hey. Hey, Japan, baby. Oh, van jou is echt moeilijk. Dat is zo moeilijk, Wouter. Wow, let's go. Hey, let's go. Ha 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 ha!
Komt ie, zijn jullie klaar voor? Je staat in de fik en zo, let's go! Ze gaan uit het dak! Ongelooflijk! Ik denk dat dit wel een highscoretje is van vandaag. Wow! Wauw! 7 ton! 7 ton, man! Yeah, let's go! Qua games vond ik de Taito Station niet zo heel erg nice, eerlijk gezegd. We gaan nu heel even kijken wat je hier hebt. Dit is Crazy Theme Park. Laten we hier even naar binnen gaan. Maar dit is echt heel makkelijk hoor. Dit is echt heel makkelijk. Nou, probeer het eens, Wouter. Wat denk je, Enzo? Ik zeg niks. Oei, joh. Oké. Hij neemt het wel heel serieus. Oh. Oh shit. Oh. 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 No way! Nee. Oh! Je had er wel bijna 2. Dat was bijna de play van de was eeuw. Was er één wel geweest? Ik zie hier ook 2000 staan. Maar is het 100, 2000? Oh. Of is dit de jackpot misschien? Ja, dat is de waarde. De waarde van? De waarde? 2000. Ja, maar dan moeten we het wel doen, hè? Dan. Jij, Wouter. Steven Bierschaar. Ja? Ja, nee. Ja, ik ga het doen. Ik ga sowieso steen doen. Oké. Okay. Okay. Ik wist het! Nee! Kom op, man! Ja, dan niet 2. Kom op. Push! Alright. Push. Oeh. Geen sleutel, helaas. Er zit een sleutel in. Is het een nieuwe auto? Welk nummer? Wat is het? Welk zeg dan? Ik kan het niet vinden. Zeg dan welk het is. Nee, hij moet hier. Ik zal het niet aan. Zeg dan welk nummer, dan kunnen wij ook kijken. Oh my god! Nee, je bent aan het fucken. Nummer 37! Holy shit! Nummer 37! Pikachu! Wow, dus dit is wel gewoon. Maar heb je niet alleen die pakjes en, hiervoor? En die kaarten. Ja, ook nog. Nee, alles zit erin. Zit die box, zit die box. Vol, dat vraag ik. Zit die box vol? Oh my god! Wat nice! Zo, dan is het wel goed. Oh my god. En hier ook nog allemaal kaarten. En deze 3 pakjes. Normaal. Oh. Hey, jokes on you, man! Hey, jokes on you! Ik kan nooit winnen! Who's the winner now? What? Oh, wat zit hierin dan voor kaarten? Oh, Pikachu! Ook weer Pikachu. Ik ben ook weer zo lucky, hè? Oh my god, maar altijd een Pika. Ja, altijd. Ja, hoe dan, hè? Deze allemaal niet zo vet. Nou, die pakjes ga je later openmaken, toch? Ja. Dit zijn gewoon wat normale kaarten. Die kaarten die erin zaten waren gewoon basic. Dat was niet zo heel speciaal. Oh. What? Gewoon Pikachu en 3 packs. Oh, dat is echt sick, joh. Je was ook zo lang naar het nummer aan. Voor 12 euro dus. Ja. Ja, ik vind het goed. Ik ben benieuwd, als je dit gaat opzoeken, hoeveel je normaal kwijt zou zijn. Op dit moment, dames en heren, staan we hier bij een winkel. En dat heet Super Potato. En deze winkel schijnt echt insane te zijn op basis van hele oude games. Dus echt een beetje de old school. Daar gaan we nu even kijken. Je ziet daar de Super Potato dabben. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we hier naar binnen gaan. Kijk wat je hier hebt. Je kan dus serieus een... Wow, die DS, die Pikachu DS game. Kijk, je kan gewoon serieus een DS-spelletje proberen te grijpen. Nou, dit is toch niet mogelijk, dames en heren. Dat is toch niet te doen. Wat heb je gevonden, Dodo? Wow! Brillenschroepje! Zo, joh! Chin Chin. Met
ik weet niet, een soort van snoep. En is dit tandpasta? Ja, dat lijkt het wel op, ja. Dat is wel nice voor in het hotel. Ja, zeker. Of voor je tanden. Dat is geniaal. Wat? Dat is geniaal. Hier ook allemaal van die old school games, hè. Niet normaal. F1 Hero. Het gaat ook weer een beetje op zeldzaamheid, denk ik. Kijk dan. Hier ben ik op begonnen met gamen. Dit is echt sick. Een game van Chin-Chin. Ik was aan het appen met Milan en die zei echt iets super slims. Die zei van, ja bro, let wel op dat als je iets koopt, dat het dan waarschijnlijk Japans is en dat je er niks aan hebt. Tenzij je het gewoon heel cool vindt als een soort van verzamelitem of zo. Maar daar heeft Milan wel gelijk in, want je ziet inderdaad hier ook Pokémon dingetjes, Pokémon spelletjes. Hier ook een hele vette van Pikachu. Maar ja, dit is gewoon allemaal in het Japans, dus ja, wat ga je er uiteindelijk mee doen? Kijk dit dan, eindelijk kan ik het laten zien, zo'n Subaru. Met van die anime erop. Hoe sick is dit? Oh yo, ja, een skikoffer op het dak. Daar gaan we, dames en heren. We zijn even gaan splitten. Dit is Amusement Space Force. Hier heb je ook bingo. Hallo. Nou, laten we even naar binnen gaan. Even kijken. Ook weer allemaal van die spelletjes. Ze hadden wel Pokémon kaarten aan het begin. Ja. Ja, hier kan je wel allemaal knuffeltjes grijpen. Maar ja, hier gaan we allemaal niet voor. Oh, dit is het ook. Oh, wat is dit? Touwtje knippen. Touwtje knippen. Wordy Dragon, die Charizard. Hè? Nou, gaan we een keer het touwtje knippen. Wil ik dat even proberen? Ja, probeer het eens. Maar waar zie je die schaar dan? Is dit hier de schaar? Ja. Oh, wat, bro? Ja, daarom. Dat kleine pinnetje wat ja, je daar daarom ziet? Bro, veel succes, man. Ik zal alvast zwaaien naar 100 yen. Oh my god, bro. Dit is toch niet te doen? Oh, je kan niet meer. Je bent al te hoog. Ja. Kijk dan. Knip. Hè? Wat gaat hij doen? Ja, dan hoort hij hem denk ik naar beneden te trekken. Oké, maar nu weet ik hoe het werkt. Wat een stom ding. Laat maar. Laat maar. Kom, ik ga die andere proberen. Ga je deze proberen? Ja. Wouter, what's going on, my friend? Even met dat geld zo lekker in het vuistje. Welke vind je leuk? Ja, ik vind die V-Star wel cool. Go for it. Want ik heb ook het idee, je ziet die schroeven daarin. Dat lijkt een beetje te hoog, dus ik ga gewoon deze. Kan ik nu al? 200 yen. 200. Oké, daar gaat het. Je kan wel zo vaak als je wil heen en weer, dat is wel nice. Ja. Ik denk dat dit wel redelijk goed is, toch? Oké, daar gaat hij. Kom op, Dodo. Come on, come on, come on. Ja, 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 ja. Oh. Check dit, dames en heren. 1800 yen kost deze doos. En die had ik dus net gewonnen uit dat spel met die sleutel. Maar je had ook nog andere pakjes eruit. En ja, pakjes drie van die pakjes. 500 of zo. Daarom, dus ik heb daar wel echt winst mee gemaakt. Ja, ja. Oké, we zijn klaar met de winkeltjes, dames en heren. We gaan al helemaal geen spelletjes meer spelen. Het is mooi geweest. Wij gaan met z'n tweetjes nu eventjes Maisha en Myron vergezellen. Die zijn al met z'n tweeën dus naar het restaurantje gelopen. We kunnen een massage nemen. Oeh, dat is ook wel lekker hoor. Even een trappetje omhoog en een massage pakken. Zo. Niet verkeerd. En we gaan nu naar deze pizzeria Sant'Angelo. Even kijken waar we naar binnen moeten. Myron die had heel erg veel zin in een pizzeria. Dus gaan we daar even lekker smikkelen. Een baby arrows. What? Dat is een speelgoedwinkel. Ja, daar had je nog over toch? Ja. Toys R Us. Ja, ik wil nog steeds heel graag naar een super grote speelgoedwinkel. Dat zal vast wel vet zijn. Maar dan kunnen we later ook nog eten. Kijk, hier zitten ze al hoor, de dames. Hallo, hallo. Nou, we hebben niks meer gewonnen. Maar wel veel plezier gehad. Ja. Wat gaan we delen, schatje? Pizza margherita. Pizza margherita. Nou, kom maar door dan. Lekker hoor, allebei drie stukjes. Oeh, slingerkaas. Oeh, bijna. Bijna tafelpizza. Ja, en nog een slaatje. Hé, hey, dankjewel. Eet smakelijk. Het ziet er goed uit, schat. Kijk wat deze man aan het doen is. Oh, hij doet gewoon de risotto nu in die kaas. Ja, lekker smelt van sausje. Lekker hoor. Oh, echt nice. Ik heb hier drie van deze pakjes dus die ik had gewonnen. En het is tijd om ze even open te maken.
Hoeveel kaarten zit erin? Oh, weinig. Oh, dat zijn er heel weinig. Er zitten 6 kaarten in. Zijn een soort promo packs of zo? 6? Nee, dat is wel lekker. Ja? Ja, zal ik dan eentje doen? Zo? Ik denk dat dat ook is bij de ene die je hebt gekocht gisteren bij de Pokémon Store. Die goedkoperen. Ja? Volgens mij zitten er daar ook maar 6 in. Oké, okay, nou we gaan kijken. Vijf. Weet niet wat de truc is, de kaarttruc? Hey, teapot. Hey, Mariel. Merweltje. Hey, cool, wormpies. Wormpies. Yeah. Full art wormpie. Dude. Yo, duw in. Wat zeg je dan dat terug? Is echt die hotdog op een stick van jou hier. Ja, dat echt. Ik heb wormpjes. Ik weet niet hoe die heet, ik kan hem niet lezen, jij? Nee, ik ken hem ook niet. Ik deed de kaarttruc wel goed, blijkbaar. Ja. Oeh, deze is goed. Klik. Kijk, komt ie. Primeape. Je gaat er wel snel doorheen zo. Oké, de laatste pack. Kom op, beter wordt dit een banger voor de extra wins. Daar gaat ie. Let's go, baby. Let's freaking go. Ready? Oh, fishing rod. Oké. Okay. Hey, Primeape. 1, 2. Woi, yo. Oh. Die is wel gaaf, ja. Dat is toch die Primeape? Die andere was Mankey, of niet? Oh ja, inderdaad, ja. Dit is de evolutie. Dat is Primeape. 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 Nice. En dan gaan we nu, denk ik, betalen en taxi boeken terug, hè, naar het hotel. Zijn we lang onderweg geweest, hoor, vandaag. Hoe laat is het op dit moment? Half tien. Wauw, en wij waren om... Half acht de deur uit, ja. Half tien. Damn. Lang dagje. En 6:30 was jij wakker. Ja. Ja, bizar. Vannacht, morgen 7:30 waarschijnlijk. Een uurtje later. Dat is wel fijn, hè? Ja, lekker uitslapen. Yes. We zijn weer. En we zijn weer terug bij het hotel. Dames en heren, wij zijn teruggekomen op de hotelkamer en boem, wat hebben we weer een sikke dag gehad met z'n allen. Echt niet normaal. En het is super leuk om te zien dat jullie met z'n allen zo aan het meegenieten zijn. Dus we proberen, los van dat we gewoon aan het genieten zijn en natuurlijk ook onze eigen momentjes hebben, proberen we zoveel mogelijk aan jullie te laten zien. En probeer ik zoveel mogelijk te filmen, zodat we het allemaal weer kunnen meemaken wat echt, echt super dik is. Niet normaal. Japan. Ik ben verliefd, echt waar. Tot zover, super nice. Echt super, super nice. Ik heb ook wat extra content dingetjes die ik op mijn Snapchat zet. En ik heb bijna de 400.000 volgers op Snapchat. Dus als je me volgt op Snapchat, zou heel erg tof zijn. Dus check hier eventjes mijn Snapchat. En ik heb ook hele toffe dingetjes die ik op Snapchat laat zien. Zoals deze doosjes die ik heb gekocht van Chin. Die ga ik dus op mijn Snapchat openmaken. Ik heb 5 van deze doosjes en dan... krijg ik te zien welke van de 31 ik krijg. En ik heb ook 5 van deze roze beerbrikjes gekocht. Hier kunnen ook allemaal verschillende in zitten. En ik heb ook 5 van deze grijze beerbrikjes gekocht. Dus die ga ik allemaal openmaken op mijn Snapchat. Dus volg me daar eventjes om dit soort dingen te zien. Het is eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg laat. Het is 10:10. Maar Marion die ligt er alweer klaar voor. Om naar bedje te gaan. En hopelijk morgen in plaats van 6:30, 7:30 wakker. Daar gaan we voor. Dat zou heel erg nice zijn. Ja. En ik ben er echt super blij mee, schatje, dat we allebei zo'n ring hebben. Dat is echt gek, hè? Ik vind het wel gek om te zien, hoor, elke keer als ik mijn hand zo zie. Ik ook bij jou. Want Maïssa zei pas vanavond toen we terug waren uit Nara. Zei ze, hey, je hebt je ring om. Ja, gek, hè? En toen zei ik, wow, had je het dan nog helemaal niet gezien? Zei ze, nee. Ik zei, wow, ik zie het al de hele dag bij en zo. Alles wat je doet... valt die ring gewoon heel erg op. Maar ik kijk ook altijd heel erg naar handen. Dus ja, dat is echt gek. Ik zag het, zie het meteen. Maar ik vind het wel echt heel mooi. Serieus. Nou, dankjewel, schatje. Maar jij zelf toch ook? Ja, ja, ik vind het ook heel erg mooi. Ja, ja, ik vind het ook heel erg mooi. Alleen het is echt wel even wennen, hoor. Ja, je vindt het niet irritant. Nee, maar het is wel, ja, omdat het nieuw is, is het gewoon wennen dat je wat aan je hand hebt. Net als een horloge natuurlijk. Moet je gewoon even een paar dagen dragen voordat Klopt. Je het gewend aan raakt. Bedankt allemaal voor het kijken. Shoutout naar jullie. Ik check jullie morgen om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, oh, en we gaan morgen trouwens naar Kyoto. Schijnt ook heel erg mooi te zijn. Dus zorg dat je er weer bij bent. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Oh, en ik wil trouwens in het speciaal even een shout-out doen naar de moeder van Wouter. Want die heeft heel lief Wouter een appje gestuurd met wil je Enzo bedanken voor de vlog. Want het is heel leuk om een keer zo'n grote, langere reisvlog te zien.
Dus groetjes aan de moeder van Wouter. Doei!